Tegenover het groothandelsgebouw en ook op de plek van het groothandelsgebouw was vroeger de diergaarde van Rotterdam gevestigd. Het enige wat je daar nog van terug kan vinden is de straatnaam Diergaardesingel. Als je die straat volgt, dan is het toch een vrij lang stuk. En als je dan beseft dat het vanaf de Diergaardesingel tot de spoorlijn, wat nu allemaal bebouwd is, maar wegen liggen, dat dat allemaal dierenruim was, dan was het toch wel een flinke oppervlakte. Diergaarde is in 1940 verplaatst naar de plek waar die nu ligt. En de stad heeft bezit genomen van het terrein. Maar goed, je kan er dus in de naam van de diergaarde zien, kan je een restant nog vinden en de plek nog terugvinden waar je ooit gelegen heeft en waar het allemaal begonnen is.